Ja, welkom. Dit is een live uitzending. Genaamd eigenlijk Gitaar Power Live Sessie nummer 1. En vandaag wat ik wou gaan doen, ik hoop dat iedereen me kan luisteren en horen. Ik hoop dat het systeem goed werkt. Het is de eerste keer dat ik het doe dit jaar. De bedoeling van deze Gitaar Power Live Sessie is dat we eigenlijk, we gaan jullie een paar tips geven hoe je beter kunt gaan leren improviseren. Ik beweer niet alles en alles te weten of alles te kunnen. Niemand kan alles, maar ik denk dat ik wel best veel weet dat ik ook dit kan gaan overdragen aan jullie. En ik ga checken of het systeem goed werkt. Checken. Checken waar we zijn. Checken omhoog. En ook even aan het kijken. Waar mensen die live aan het streamen zijn, aan het bekijken. Ja, ik hoop dat het geluid goed is. Ik heb geen echte feedback hier. Het is wel een chat optie dat je kunt bekijken. Hier kan je chatten. Oké. Zeg maar hoe dit gaat. Ja, dus wat ik al zei, de bedoeling vandaag is dat we gaan, ik ga het hebben over hoe je wat beter kunt gaan leren improviseren. Ik denk dat in het begin jullie mij ook een stukje hadden zien. Ik was met de C-major toonladder bezig. En heb ik een beetje zitten improviseren. Ja, dus het doel van deze sessie is
een begin van een serie gratis video's dat ik over gitaar ga hebben. Dus ik hoop ook meerdere video's te gaan opnemen live, zodat ook jullie dan ook jullie vragen kunnen stellen. En als ik ook antwoorden heb, kan ik jullie ook ermee gaan helpen. Vandaag wat we gaan doen is, we gaan het hebben over improvisatie. En we gaan het hebben over de majeur toonladder. Een van de belangrijkste toonladders in de muziek. Vooral de westerse muziek. Als je de majeur toonladder kent, kan je ook heel veel daarna gaan doen. Ook mineur toonladders. En via de majeur toonladder maak je eigenlijk ook akkoorden. Dus dan kan je eigenlijk allerlei akkoorden, mineur, majeur, rond 7, diminished en alle andere extensies kan je gaan maken met de majeur toonladder. Ja. Ja, en de derde dat we gaan doen vandaag is, ik ga een paar vragen beantwoorden van improvisatie die ik heb gekregen. Ja, dus oké, laten we beginnen. Wat is improvisatie? Het is iets dat we eigenlijk eerst moeten zien te beantwoorden. Dat is belangrijker om te weten. Wat is überhaupt improvisatie? Ja, het woord zegt het al, het is eigenlijk ter plekke iets doen, eigenlijk. Als je de definitie ook gaat opzoeken in het Engels, zie je dat het ook dat betekent. Dus ter plekke iets doen, misschien een stuk muziek maken ter plekke, drama, iets heel spontaan creëren, dus maken zonder zoveel voorbereiding. En ja, hiermee krijgen we ook een bepaald issue, ook een bepaalde gedachte van veel mensen. Ze denken, oké, improvisatie is iets dat je gewoon willekeurig doet. En dus ze denken, als ik maar iets doe, dan gaat het mij wel lukken om te improviseren. Maar dat is niet de waarheid. Je hebt ook kennis nodig. Je kan het improvisatie zien als een soort taal. Een soort taal. Laten we de Nederlandse taal even als analogie gebruiken. Dus improviseren op de gitaar is ook eigenlijk het kunnen spreken en leren spreken van een bepaalde taal. Stel je voor, vanaf toen je baby was. Je was geboren en ik was geboren, maar we konden nog geen enkel woord praten of spreken. En je hebt eigenlijk gedurende je kinderjaren dan ook je eerste woorden papa en mama geleerd. En toen je woorden schat wat meer werd, toen kon je eigenlijk meer gaan praten. Dus praten is een soort van improviseren. Wat ik aan het doen ben, is nu ook een soort van improviseren met de taal, het taalgebruik. Het was, eigenlijk is de Nederlandse taal niet mijn moedertaal. Dus mijn vadertaal is Papiamento. Ik ben van Curaçao. Op Curaçao geboren in 2004, hier gekomen voor mijn universitaire studie. En hierna in 2011 trok mijn muziek pas mij zoveel dat ik ook in de muziek fulltime wou gaan. Dus dat is ook een stukje
van mijn geschiedenis. Vanaf kleins, vanaf mijn 5 of 6 jaar ben ik met de quattro, het lijkt op een ukulele, ben ik ermee begonnen. Met mijn, rond mijn 11, 12 jaar was ik ook met de gitaar begonnen, de akoestische gitaar. Hierna ben ik ook verder met de elektrische gitaar gegaan. Ik heb 2 verschillende docenten gehad. En ook, ja, dat is een korte geschiedenis van mij. Dus de Nederlandse taal is voor mij eigenlijk ook iets. Ja, op Curaçao leren we het ook op school, maar het is toch iets nieuws. Dus je moest toch al die nieuwe woorden leren vanaf, je, ja, vanaf de, na de kleuterklas. Dus eerste klas, et cetera, van de basisschool. Maar het waren allemaal nieuwe woorden. Dus de improvisatie kan je ook zien als ja, een taal. Dus, en eigenlijk wat je als baby deed, moet je ook nu voor de gitaar gaan doen. Wat je deed is horen. Je hoorde je ouders praten. En je bootste hun na. Dus horen en nabootsen is heel belangrijk voor het leren van een taal. Maar eigenlijk ook voor het leren van het improviseren op de gitaar is hetzelfde. Dus je ziet eigenlijk dat improviseren toch niet helemaal ter plekke gebeurt. Het was eigenlijk eerst een bepaalde kennis die je moet hebben om daarmee te gaan werken. Het was alle woorden die ik nu ook aan het praten ben. En al die zinnen dat ik nu aan het formuleren ben, zijn eigenlijk ja, woorden dat ik gedurende mijn leven heb geleerd. En nu plak ik alle woorden op een bepaalde sequentie naar elkaar en dan heb ik zinnen geformuleerd. Oké, ik denk genoeg van deze analogie. We gaan, dus wat je nu weet is, oké, wat heb ik nodig om te improviseren? Oké, je hebt je gehoor nodig. Eigenlijk is je gehoor de allerbelangrijkste, nummer 1 ding dat je eigenlijk moet gaan oefenen. Nummer 2 is het nabootsen van misschien gitaarleks van je favoriete artiesten. Dus het heeft veel met imitatie te maken. En hierna kan je ook je eigen ideeën op je gitaar ook gaan zoeken. Eigenlijk, dus ideeën die je in je hoofd hebt, kan je daarna ook gaan transponeren op je, dus transladeren op je gitaar. Dat eist een beetje meer dat van je gehoor. Dus daarmee gaan we deze sessie niet hebben. Maar, en ja, iets dat je ook nodig hebt is eigenlijk een beetje geduld. Omdat, ja, hetzelfde net als een taal ga je ook niet zo snel, je leert een taal niet zo snel spreken, toch? Dus het is een kwestie van veel oefenen, nieuwe woorden leren en in de praktijk brengen. Dus gitaar, improviseren op de gitaar is hetzelfde. Je leert bepaalde licks. En je leert ook een paar verschillende, misschien solo's. En daarmee ga je eigenlijk eerst op gang. En je leert ook een paar toonladers. Daarmee ga je ook proberen, oké, wat klinkt goed, wat klinkt minder goed. En hiermee ga je dan verder je muziek improviseren. Dus je ziet, oké, het neemt een beetje geduld. Als je een beetje geduld hebt, dan ga je heel veel bereiken met het gitaar improviseren. En ook gitaar spelen over het algemeen eist heel veel geduld. Wij als gitaarliefhebbers hebben soms niet zoveel geduld en we willen alles zo snel willen bereiken en kunnen. Maar je merkt, oké, je moet je tijd even nemen om ook goed erin te worden. Dus geduld is eigenlijk ook heel belangrijk. Wat we veel van ons missen eigenlijk. Maar wat kan je hiermee eigenlijk? Dus als je leert improviseren op de gitaar, wat zou je kunnen?
Sommige dingen die je zou kunnen doen is ja, gewoon gezellig met vrienden gaan zitten, jammen op je elektrische gitaar, maar ook op de akoestische gitaar die ik ook hier achteraf staan. De Western gitaar of gewoon een Spaanse akoestische klassieke gitaar. Dus improviseren kan je op alle soorten gitaren doen. En dat is ook het leuke ervan. Want stel je voor dat een vriend de akkoorden begeleidt en dan probeer jij zelf een bepaalde solo eroverheen te spelen. En dan jammen jullie samen, dat is echt heel leuk. Ik zou het adviseren aan ieder gitaarliefhebber en muzikant, gitarist, maar ook andere instrumenten, mensen die andere instrumenten spelen, met elkaar improviseren en jammen. Dus dat kan je ermee doen, maar bij het leren improviseren kan je ook eigenlijk je eigen gitaarsolo's gaan opbouwen eigenlijk. Dus al die solo's die je vaak in bepaalde liedjes hoort van gitaarartiesten die eigenlijk hun eigen gitaarsolo's hebben verzonnen. En dus ook in die liedjes dat je zo gaaf hoort klinken. Dat zijn eigenlijk allemaal verzonnen. Dus eigenlijk kan je heel veel met het improviseren. Het is eigenlijk heel leuk om te kunnen. Je hoeft niet zo razendsnel te spelen. Dat is ook niet het doel van improvisatie. Improvisatie is dat jij het eerst ook leuk vindt. Dat je het ook ermee kan genieten eigenlijk. Dus voor wie is eigenlijk leren improviseren op de gitaar weggelegd en dat het is eigenlijk voor iedereen eigenlijk die heel graag ook bepaalde riffjes, gitaarsolo's of improvisaties wil gaan doen. Iedereen kan het, want eigenlijk talent is minimaal eigenlijk, want veel mensen denken, oké, je hebt hartstikke veel talent nodig, maar eigenlijk is dat niet zo waar. Want je kan 100% talent hebben, maar als je niks oefent, dan kan je ook nooit niks. Dus zal je nooit iets kunnen doen op de gitaar überhaupt. Dus het is eigenlijk gewoon veel oefening en veel training en je gehoor blijven ontwikkelen in die proces eigenlijk. De genres die ik ga behandelen vandaag is pop, rock en een beetje blues ook. Ik ga nu meteen beginnen zodat jullie ook kunnen zien wat we eigenlijk wat mijn eigen methode is om te kunnen improviseren. Ik heb eigenlijk een 5-stappen-methode gemaakt, eigenlijk ontwikkeld. En ik ga mijn screen even met jullie delen, mijn scherm ga ik even met jullie delen, dat jullie het ook kunnen bekijken. Ja. Ja, hier kunnen jullie eigenlijk ook zien hoe mijn mijn 5-stappen-methode eruit ziet. De eerste stap is, wat we gaan doen vandaag is met de major toonladder bekend raken. En de major toonladder is, ik ga jullie het zo meteen laten zien. Raak bekend met de noten van de nieuwe toonladderpositie. We gaan een heel klein stukje van de major toonladder even nemen.
Hierna, stap nummer 2 is maak gebruik van begeleidende muziek, zoals backing tracks, jam tracks, of laat een vriend voor jou even gaan spelen, een paar akkoorden spelen. Stap nummer 3 is een paar willekeurige noten van de toonladder even gaan spelen. Ik ga zometeen ook live even jullie laten zien hoe we deze stappen ook kunnen toepassen. Dus je kan je gitaar ook hier nu gaan pakken en ook meedoen. Stap nummer 4 is een goed klinkende motief ontwikkelen of kopiëren van een bepaald gitaarlikje die je kent of gitaarsolo die je kent. En nummer 5, je motief met andere noten gaan uitbreiden. Ja, dit zijn dus 5 stappen. Het is best simpel om de beginselen van improvisatie te kunnen en te kennen. Dus ik ga nu even terug naar de video. Ik kan jullie ook even mee gaan zien. Oké. Okay. Ja, oké, ik ben terug. Ja, ik moet even heel snel leren hoe dit Google Hangout werkt. Maar het is me wel aan het lukken. Dus jullie hebben eigenlijk ook die 5 stappen methode ook gezien. Die ik liet zien. En we gaan even stap nummer 1 behandelen. En ik ga jullie ook even laten zien hoe de C-major toonladder eruit ziet. Een paar van jullie kennen dit al. En het is misschien boring. Maar ik denk dat jullie toch... zelfs als je al best veel weet, ga je toch een paar ook nieuwe dingen leren, denk ik. Dus het is toch interessant om door te kijken. Dus ik ga nu even jullie de C-major toonladder laten zien. Let me check on En ik ga jullie het laten zien en probeer het gedeelte dat ik jullie ga laten zien met de muis. Probeer dat even ook te leren. Dus probeer die structuur even in je hoofd te stampen. Zodat je het kunt spelen. En ik laat jullie het zometeen ook hierop zien. Het is deze toonladder eigenlijk. Als we eigenlijk we zijn hier bij de 5e fret. En we gaan hier. Dit is onze 3e snaar. Laat jullie even zien. 3e snaar. Oké, even met die camera ook. Oké. Ja, we zijn hier bij de 5e fret. En dit is de 3e snaar. We tellen de snaren vanaf hier. Dus dit is de allerdunste snaar is nummer 1. Daarna is 2. En deze is nummer 3. En de allerdikste snaar hierboven is nummer 6. Dus als ik jullie snaar nummer 1 zeg, dan ben ik hier beneden bezig met deze snaar. En zo voorts. Dus we zijn nu niet bezig met nummer 1, maar 1, 2, 3. Dus bij nummer 3 zijn we bezig. En we gaan deze toonladder even spelen. We gaan deze spelen. Deze is een C hier. Dus ik ben nu bij fret nummer 5.
en snaar met 3. Dit is de eerste noot van dit stukje. Toon later die ik jullie laat zien. En oké. Dus klinkt zo. En als ik die distortion geluid even weghaal, dan klinkt het zo om. Oké, nummer 2. We gaan vanaf de C tot de volgende C, dus 1 octaaf boven, gaan we even leren. Oké, dus dit is de C, nummer 1. Deze, de volgende, is hier. Dat is op dezelfde snaar, ga je dan 1, 2 fret daarna, maar je speelt het niet met je wijsvinger, maar met je ringvinger. Oké. En nu gaan we naar fret. Dus we hebben nu de C en de D gespeeld. En het klinkt do, re, do, re. Want we gaan, dus we gaan do, do, re, mi, fa, sol, la, di, do doen. Dus dit is het hele patroon is zo. Do, re, mi, fa, sol, la, di, do. Als je je gitaar niet bij jezelf hebt, kan je het even gaan pakken. Dan kunnen we ook even samen doorgaan. Oké, dus C was hier. De D, de tweede was hier. En oké, de 3 is hier. En dat is de vijfde fret. En ik speel het met mijn wijsvinger. En ik ben nu wel op de tweede snaar bezig. De tweede snaar. Oké, dus tot nu toe hebben we dit. Vijfde fret, derde snaar. Is C. De volgende met je ringvinger speel je dezelfde snaar. Dus snaar nummer 3 bij de fret nummer 7. En oké, de derde noot die we gaan spelen is de E. Deze bevindt zich op de tweede snaar, een fret nummer 5. Oké, de vierde spelen we met onze middelvinger. Die klinkt zo. En dit is fret nummer 6. Snaar nummer 2. Daar hebben we het gespeeld. Hierna gaan we verder. Oké, we hebben dus C, D, E, F. En nu gaan we naar de G. Deze G bevindt zich op de tweede snaar. En de fret is nummer 8. Oké, de volgende noot is de eerste snaar, fret nummer 5, en spelen met je wijsvinger en snaar nummer 1. Oké, de en die klinkt zo. Oké, de volgende spelen we met ons ringvinger. Dus je gaat 1 fret, je gaat na, dus je doet 1, 2. Dus je slaat 1 fret over. En deze speel je met je ringvinger. Hier. Dit is snaar nummer 1, fret nummer 7. Oké, hierna speel je hier. Dit is fret nummer 8, snaar nummer 1. Speel je met de pink. En die klinkt zo. En nu zijn we eigenlijk 1 octaaf bereikt van de C. Dus deze is een C. Maar de eerste noot was ook een C. Dus deze is een C. En deze, met je pink, is ook een C. Dus da 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 da. En oké, dus deze toonladder gaan we gebruiken om te improviseren. Dus laten we het even, wat je met je rechterhand kan je gewoon
in het begin gewoon je duim gebruiken voor elke noot. Dan speel je gewoon zo. Dus je speelt gewoon de noot. En stel je voor dat je dat met je duim kunt doen, probeer het met je plectrum dan even gaan doen. En probeer het dan even met je plectrum. Ik heb een best grote plectrum, zoals jullie kunnen zien. Ja, dat zijn de normale plectrum zijn een beetje, niet dat het abnormaal is, maar de andere plectrum zijn een beetje kleiner. Bijvoorbeeld deze. Ja, en de camera ziet er wel groot uit, maar het is groter. En als je het vergelijkt met deze, dan is die paarse wel een beetje groter. Oké, maar je kan het gewoon als zo. Dus die punt van de plectrum kan je dan in de richting van je wijsvinger plaatsen, achterin. En dan neem het gewoon een beetje haaks, zo grijp het vast. En wat we gaan doen is gewoon neerwaartse aanslag, gewoon spelen. Per noot speel je gewoon neerwaarts, neerwaarts, neerwaarts en neerwaarts. Dus dan klinkt het zo. Is het even neerwaarts, zo kan je het even opzien. Dan doe je dit. Oké, stel je voor dat je dit al kan. Probeer ook achteruit, dus zowel heen als terug te spelen. Dus we beginnen bij de laatste noot, dan doen we dit. Oké, dus we hebben tot nu toe dit. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oké, stel je voor dat je met de neerwaartse aanslag al goed kunt. We gaan het nu omste beurt doen. Dus neer, op, neer, op, neer, op, per noot. Dus je begint dan in principe nu altijd met een neerwaartse. Dus bij de eerste noot begin je met de neerwaartse pik aanslag. Dus de plectrum, kan je ook pik noemen, wordt ook pik genoemd. Het Engels, maar oké. Dus dat noemen ze ook alternate picking, dus neer, op, neer, op, neer, op. Dus je bent niet alleen neerwaarts de hele tijd aan het spelen per noot, maar je doet neer en de volgende noot doe je op. Dus do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oké, dat gaan we ook op onze gitaar nu aan doen, dus dat ziet zo uit. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oké, deze oefening kan een beetje boring of saai lijken, maar het is een hele goede oefening. Want in het begin ga je de synchronisatie tussen je linkerhand en je rechterhand heel veel ontwikkelen. En je gaat merken, oké, wanneer je dan even speelt, ga je merken, oh, dit het gaat gewoon mis. Je denkt dat je misschien deze noot aan het spelen bent, maar deze hand, je rechterhand, speelt gewoon de tweede snaar in plaats van de derde snaar. Dus dan krijg je zoiets helemaal mis. In plaats van zo te klinken, krijg je misschien dit, of dit. Dus... Maar het is normaal in het begin. En als je ook een tijdje ermee bezig bent geweest, dan heb je ook gemerkt dat wanneer je dan iets wou gaan spelen, dat je, oh, je hebt het helemaal mis gespeeld. Maar in het begin krijg je dat heel vaak. Daarna wordt het steeds minder. Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. En wat je ook kunt doen in het begin is
Hou je rechterhand zo, dat je kan je bijvoorbeeld de ringvinger op dit gebied van je gitaar, op die plankkast, of in dit geval deze plaat, deze witte plaat, kan je gewoon even je ringvinger als ankerpunt gebruiken. En dan heb je meer precisie in je rechterhand. Dus dit kan je ook gaan oefenen. En door deze ringvinger of een paar vingers op je klankkast te plaatsen, krijg je ook wat meer precisie en ga je niet zoveel foute noten spelen. En dan gaan je wat beter synchroniseren qua de juiste noten die je wilt gaan spelen met je linker en rechterhand. Oké, dat is een hele goede tip, want ik zie dat veel mensen dan gewoon willen beginnen met een floating hand, zo. Maar die floating hand is eigenlijk een best moeilijke techniek om precisie te krijgen, vooral in het begin. Het is wel handig daarna bepaalde muziekstijlen te spelen, jazz en zo. Maar dit werkt eigenlijk beter eigenlijk. En vooral als je daarna ook een beetje sneller wilt gaan spelen, ga je meer precisie krijgen door een ankerpunt te hebben. Ja. Oké, wat kunnen we nu hiermee gaan doen? Want ja, heel leuk, ja, we hebben do, re, mi, fa, sol, la, ti, do geleerd. Oké, maar wat kunnen we nu gaan doen daarmee? Oké, dat ga ik nu ook even uitleggen. En als je er gewoon even mee doet, kan je aan het einde van deze les ga je ook kunnen improviseren, zelfs als je nog niks kunt. Dus wat je moet doen is eigenlijk deze structuur, dat je hebt gespeeld, dus dit. Dus dit. Moet je even in je hoofd gaan stampen. Oké, als je dat even onthoudt, dan gaan we even door. Dus wat je kunt doen, een hele goede oefening, als je een metronoom hebt thuis, ja, plaats het bij 50 of 60 bpm en doe het bijvoorbeeld zo. En speel dan de hele toonladder zowel heen als terug. Dus dan doe je dit zo van do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dus dan klinkt het zo. En terug. Oké, dit is een hele goede oefening, want daarna, als je ook wat sneller wilt gaan spelen, dus misschien wil je deze snelheid bereiken. En misschien wil je dat ook niet bereiken, dus het is iets heel persoonlijk. Maar het is altijd gaaf om een beetje snel te kunnen spelen, vooral ook in het rock, krijg je dit vaak. Oké, dus dat kan je allemaal gaan bereiken en doen. Als je ook met een metronoom, stel je voor dat je geen metronoom hebt, eigenlijk kan je
altijd wel een metronoom krijgen en ook gratis. Je kan gewoon via je telefoon, je smartphone, een metronoom app even downloaden. Dan heb je een gratis metronoom. Niet deze, maar op je smartphone natuurlijk. En als je, stel je voor dat je niet van een constante tik, misschien frustreert je dat, en die constante tik, 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 dan kan je ook met een drummachine gaan oefenen en je plaatst die drummachine in het begin bij 50 of 60 bpm. Ga je even ermee zitten oefenen. Ja, oké, nummer 2 van onze 5 stappen methode. Deze 5 stappen methode. Dat je hier kunt zien. Ik hoop dat het zichtbaar is. Maar ik heb jullie het in het begin laten zien. De stap nummer 2 zijn we nu. En dat zegt, oké, maak gebruik van begeleidende muziek. Wat je kunt doen is, ja, als je een vriend hebt, of backing tracks hebt, kan je dat ook gaan gebruiken. Maar wat je kunt gaan doen, is, ik geef jullie een voorbeeld. Nummer 1. Je kan een akkoordenprogressie gaan spelen. Stel je voor dat je deze progressie wilt gaan spelen. Bijvoorbeeld, wat je doet, is je speelt het C-akkoord, daarna de G, daarna de A-minor en daarna de F. En dan heb je misschien dit. Doen is je laat een vriend die akkoorden spelen voor jou en dan kan je deze toonladder gaan gebruiken om daar overheen te improviseren. En zometeen laat ik jullie, geef ik jullie een paar ideeën om daarmee te gaan improviseren. Maar iets anders wat je kunt doen is ook jijzelf, stel je voor dat je nog niemand hebt die je samen ermee kunt gaan spelen, dan neem je het gewoon even op. Je speelt gewoon deze akkoorden. En neem het even op gewoon via je opname mogelijkheden op je smartphone, of misschien heb je een recorder. Neem 2 à 3 minuten van deze akkoorden. Je blijft gewoon hetzelfde spelen voor 2 à 3 minuten. En dan neem je dat op. En hierna ga je gewoon even afspelen. En dan ga je ook met je toonladers even oefenen. En stel je voor dat je dat niet hebt, geen opnameapparatuur. Wat je kunt gaan doen is een backing track of jam track gaan zoeken. Je gaat gewoon op YouTube en je tikt in die zoekbar, tik je gewoon backing track in C. Dan krijg je een backing track die in de toonsoort C is. Stel je voor dat je geen goede backing track in de pop of rock vindt of blues. Dan probeer backing track in pop of rock of blues in A. Minor, dus E minor. En als je die vindt, kan je ook met de C minor toonladder gaan improviseren ermee. Want de A minor toonladder is een relatieve mineur van de C minor toonladder. Daarom is de C minor toonladder ook zo belangrijk. Oké, als we dit al hebben, kunnen we nu stap nummer 3 gaan. En ik ga de tempo even opvoeren. Stap nummer 3.
kon jullie ook in het begin zien. Dat is willekeurige noten spelen. Dus willekeurige noten van de, bijvoorbeeld in dit geval zijn we met deze C-major tonade bezig. We gaan gewoon willekeurige noten hiervan dan nemen en ook ermee gaan spelen. Dus dan krijgen we dit, bijvoorbeeld. Ik ga hier een paar voorbeelden laten zien. Dus C-major tonade klinkt zo. Maar wat je nu kunt gaan doen is bijvoorbeeld steeds de eerste drie noten spelen. Dan heb je bijvoorbeeld 1, 2, 3. En hierna neem je de volgende drie. Dus je begint bij de nummer 2. Dan doe je 2, 3, 4. Oké. Als je dat hebt, neem je de volgende drie. Dat is 3, 4, 5. En daarna neem je de volgende drie is 4, 5, 6. En daarna 5, 6, 7. En daarna 6, 7, 8. Dus dan gaat het. Dit is een idee dat je tijdens je improvisaties kunt gaan gebruiken als je nog geen ideeën hebt. En stel je voor dat je al een idee hebt, dan gaan we ook zometeen met een bepaald idee likje werken. Dus deze zou dan zo klinken. En je kan het ook terugweg gebruiken. Dan doe je dit. Als je nu ook die jam track even meeneemt, dus dan gaan we een jam track gebruiken om dat te doen. Bijvoorbeeld, ik hoop dat dit gaat, ja, bijvoorbeeld dit. Zo. Kijk, ik hoop dat de backing track te horen is. Dan kan je wat je nu hebt geleerd, probeer dan. En ook terug. Oké, ik weet ook dat dit ook heel snel is voor velen van jullie, maar het idee is dat je dan die sequentie, dus 1, 2, 3, steeds gaat gebruiken bij de volgende groepsnoten. Dus je kan het ook wat twee keer zo langzamer oefenen en dan wordt het leuk, hè? Dan krijg je dit. En nu beginnen we. En ook terug wel. Dit is wel te doen, toch? Oké. En nu gaan we even door. Dus dat is een heel klein idee dat je kunt gaan gebruiken. Zijn zogenaamde sequenties die je gaat gebruiken om je solos wat interessanter te maken eigenlijk.
En ik ga jullie ook een ander. Wat je ook nu kunt gaan doen, is. Stel ik voor dat je een groep melodische noten hebt gekregen. Bijvoorbeeld, neem gewoon simpelweg alleen drie noten. En die drie noten kunnen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Dit. Dus. De D, daarna de E, daarna de C. En stel je voor dat je het geluid daarvan in die combinatie goed en leuk vindt klinken. Dus. En dat gaan we ook nu even gebruiken. En, dus oké, dat klinkt best melodisch in dit geval met deze backing track. Stel ik voor dat je deze backing tracks wilt hebben, stuur me maar een mail naar guitarpowerstudio@gmail.com. Dan stuur ik jou die backing track. Maar anders wat je kunt doen is gewoon in YouTube deze woorden intypen en dan krijg je deze backing track ook. Dat is pop, rock, backing track, tussen haakjes C. En het is 140 bpm. Van Mega King tracks. Die woorden vul je gewoon in, dus pop, rock, backing track. C, 140 bpm, mega backing track. Krijg je deze backing track die ik nu aan het gebruiken ben. Dus je ziet, er zijn veel dingen die je online kunt vinden. En ermee kunt gaan oefenen. Oké. Dus dat was ook een tweede manier om stap nummer 3 te doen. Dus willekeurige noten spelen. Dus om. Oké, een vraag zou zijn: oké, hoe kan ik dan melodische noten aan gaan vinden? Oké, dat is niet zo moeilijk. Wat je kunt doen is gewoon. Even. Willekeurige noten van die C-major tonade even gaan nemen. Stel je voor: je neemt de 1. Daarna neem je de 3, daarna neem je de 5. En je speelt gewoon willekeurige noten, zonder geen enkele volgorde. En stel je voor, ik heb de 1. Wat je doet is, plaats een paar nummers achter elkaar. Bijvoorbeeld 1, 3, 6. Dan krijg je dit. 1, 3, 6. 1, 3, 6. En dan probeer je ook over de backing track dat te spelen. En kijk wat je krijgt, of het goed klinkt. Oké. Het klinkt niet slecht. Het klinkt niet slecht, maar misschien klinkt dit beter dus. Of. Maar je gaat gewoon even op zoek en dan heb je een groepje melodische noten dan gevonden die misschien wel goed klinkt, bijvoorbeeld dit. Dan kan je bijvoorbeeld dit doen. Oké, dus je ziet, ik heb een paar hele simpele noten uitgekozen die toch goed klinken en
De C-majeur toonaarde heb ik gewoon van achter naar voren gespeeld in de tussentijd en dat klonk gewoon rustig. Klonk het goed. Dus het hoeft niet altijd snel, maar het is, je moet je gehoor blijven gebruiken om te bepalen wat je wilt gaan krijgen in je eigen improvisatie. En stap nummer 4 is een goed klinkende motief ontwikkelen of kopiëren. Daarmee waren we eigenlijk al begonnen. Een motief is eigenlijk een kleine thema of een kleine element die steeds terugkeert eigenlijk in je spel. Dus je gaat ook een motief proberen te ontwikkelen. Dus een simpele motief dat ik daarnet had is bijvoorbeeld dit. Dus dat was de D, dan de E, dan de C. Dus als je het ook wil doen, dat is dit. De D is de derde snaar en de zevende fret. Als je die speelt. En de E is de vijfde snaar en de, sorry, de tweede snaar, vijfde fret. En hierna speel je de C, dat is de derde snaar en de vijfde fret. Dan krijg je dit. Dus dit. Dus stel je voor dat je die motief hebt gevonden, je kan ook een andere motief hebben gevonden, misschien dit, gewoon dit. Dit bijvoorbeeld. Of dit. Dus probeer een motief van 3 à 4 noten maximaal te vinden. Het kan daarna meer, maar probeer in het begin de aantal noten te beperken, zodat je ook een leuke motief hebt die je kunt gaan uitbreiden. En eigenlijk het uitbreiden van je motief is stap nummer 5. Stap nummer 4 is dus een goed klinkende motief ontwikkelen. Stel ik voor je zegt, oh, ik kan toch niks eigenlijk van mezelf verzinnen. Niks klinkt zo goed. Wat je gaat doen is dan, ga online en van jouw favoriete gitaarartiest of nummer, je favoriete liedjes, ga je dan even een hele kleine lekje proberen te vinden. En probeer die dan gewoon uit je hoofd te leren. En misschien krijg je zo'n lekje. Of. Dus. Ik zeg gewoon hier maar iets, dus. Maar dus als je je eigen motief niet kunt verzinnen en je zegt, oh, ik heb al een tijdje zitten pingelen met de, en proberen met de semi-tonor uit te vogelen en niks klinkt zo goed. Dan neem je gewoon een gitaarlekje die al door iemand anders is verzonnen, ga je dan ook even gebruiken. Oké, bij stap nummer 4 heb ik eigenlijk ook een meer geavanceerde methode dat ik zelf gebruik. En dat deel ik met de studenten bij Guitar Power Studio. Maar dat is een meer gevorderde ook methode. Dat is eigenlijk dat je via je hoofd eigenlijk een eigen melodie. Dus je gaat eigenlijk in, bij deze methode ga je eigenlijk via je hoofd, via wat je hoort in je hoofd, ga je eigenlijk iets spelen op je gitaar. Dus je verzint eerst een idee in je hoofd. En als je dat hebt, blijf het even onthouden en blijf het even in je hoofd loopen en herhalen. En totdat je het ook in je hoofd gewoon op automatische piloot kunt benoemen en ook herhalen. En hierna ga je het
op je gitaar zoeken. Maar dat is een meer geworden techniek om te improviseren. En eigenlijk is dat misschien een van de ultieme doelen die we bereiken, dat je gaat spelen wat je hoort, eigenlijk in, dus wat je in je hoofd hoort, gaat spelen. Dat is eigenlijk een, ook een van de vragen die ik heb gekregen. Oké, hoe kan ik dan wat ik in mijn hoofd hoor ook gaan spelen op mijn gitaar? En dat is eigenlijk een best gevorderde techniek, improvisatietechniek. En dat eist eigenlijk meer gehoortraining. Een idee dus om deze vraag meteen even te beantwoorden. Wat je kunt gaan doen, is eigenlijk pak een willekeurige noot op je gitaar. Stel je voor dat we gewoon in dit geval een C pakken. En wat je gaat doen is, je neemt daarna op de volgende snaar, bij snaar nummer 2 bijvoorbeeld, neem je bijvoorbeeld een andere noot, bijvoorbeeld dit. En dan moet je even kunnen vertellen, oké, wat is die noot eigenlijk? Soort van, je zou het eigenlijk moeten kunnen zingen, in je hoofd zingen en ook misschien kunnen neurien. Dat helpt ook. Dus je speelt een noot en je speelt de volgende zonder te kijken. En dan moet je eigenlijk kunnen. Dus dun, 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 dun. Dat is dan de vijfde noot van de toonladder. En dan ga je eigenlijk moet je intervallen gaan leren. En dat neemt ook tijd. Maar we gaan het gewoon even simpel houden in deze sessie. Maar dus dat is ook één techniek, maar wat geworden is. En dat is wel een hele coole techniek. Bij stap nummer 5 gaan we ons motief eigenlijk uitbreiden. Dat was stap nummer 5 van de improvisatiemethode die ik heb. En hiervoor doe je dit. Je gebruikt eigenlijk je motief. Dus stel je voor, ons motief was, we hadden het heel simpel gehouden. En dat wil je ook gaan doen wanneer je dan een eigen motief gaat ontwikkelen. Dus je motief was 3 of 4 noten, dus we hadden alleen 3 noten bezet. En wat je nu wilt gaan doen is het uitbreiden, deze motief uitbreiden met andere noten van dezelfde C majeur toonladder die we hebben geleerd. Dus dan zou het zo klinken. Stel je voor, ik ga alleen deze noot erbij toevoegen, dat is de 5e binnen de toonladder. En dan gaan we even met die backing track horen hoe het klinkt. Nog een keer. Oké. Ja, dus het klonk best gaaf, of niet? Zelfs wanneer ik zelf het zag. Maar ik vond het zelf ook gaaf klinken. Dus wat je deed is eigenlijk je motief dat je had van 3 of 4 noten, brei je uit met 1 of 2 of een paar andere noten van dezelfde C majeur toonladder. En wat je ook nu kan doen is, laten we nog een paar noten erbij toevoegen. Dus we hadden deze. En we gaan ook deze erin toevoegen. Daarna deze. Daarna deze. Daarna deze. Oh, oké. Deze was niet in onze toonladder. Het stukje toonladder dat we hadden al geleerd. Maar eigenlijk
bestaat de C major tonale niet alleen uit deze noten van deze drie snaren. Je kan eigenlijk de C major tonale overal op je gitaar spelen eigenlijk, dus dat je een veel grotere range gaat krijgen. En dat ga je dan meer opties geven. Dat je dan ook veel meer kunt gaan doen. En dan ook vele cooler. Vele coolere runs en legs kunt gaan doen over je hele fretboard. En dat is iets dat ik ook aan de studenten probeer te leren, om alle C-major tonalen ook over het hele fretboard te beheersen. Om terug te gaan naar het uitbreiden van ons motief, dat is dit. Dus, en dan doe je dit misschien. En laten we even zien hoe het dan klinkt. Samen met het backingtrack ga je dan even proberen. Oké. Dan speel je je motief van de drie noten, dus dit. Sorry. Dus dat zo. En nu voeg je een paar meer. Zo zie je, we hebben het simpel gehouden. Je hebt eerst een motief, één motief van drie noten ontwikkeld. En nu heb je het daarna uitgebreid met andere noten. Van dezelfde toonladder waarmee je bezig was. En wat je ook kunt doen bij stap nummer 5, en dat is ook. Je kan andere technieken, zoals de slides, bijvoorbeeld het glijden van de ene noot, van bijvoorbeeld deze noot, de C, naar de D. Speel het dan zo. En dan kan je misschien ook, om de tweede noot van je motief te spelen, deze, kan je ook naartoe glijden, dus misschien dit. En dan kan je ook naar de... Dus de derde noot van je motief kan je ook naartoe glijden en doe je zo. Dan heb je in totaal dit. Dus. En nu heb je plotseling een hele gavere, een coolere lick en melodie en motief. En dan heb je alleen een slide er toegevoegd. Wat je ook kunt doen is misschien een vibrato, dus dit. Maar misschien wil je alleen de tweede noot met even aan gaan buigen, dus dat die vibrato effect krijgt, dan doe je dit. Of misschien wil je alleen de derde noot met die techniek doen, dan doe je dit. Oké, heb je een paar technieken gebruikt. En er zijn natuurlijk veel meer dingen die je kan ook gaan banden met de noot, een soort van. Dan heb je naar die noot toe geband. Dus
dat klinkt ook gaaf. En al die technieken en ook al die dingen die je kunt gebruiken, noem ik eigenlijk improvisatie boosters, noem ik het zelf. En ik heb veel meer van die soort technieken ook. Hier heb ik een paar opgeschreven en soort van wat je kunt gaan doen is hierna, na je motief, het ontwikkelen van jouw motief, ga je ook proberen een tweede motief te ontwikkelen. En dan heb je dan plotseling twee melodiestukjes die je kunt gaan gebruiken. En wat je ook kunt doen, is het vraag- en antwoord techniek. En dan ga je een andere motief proberen te vinden met dezelfde C-majeur tonade, die je dan als antwoord op deze, dus deze bijvoorbeeld, dus je had deze. Dus dan wil je een antwoord erop. Misschien wil je dus dan doe je dit. Dus dan heb je dit. Of dus dan heb je dit. Of dus dan heb je een vraag en antwoord gecreëerd, soort van of dit. En dat klinkt dan zo met die backing track. Ja, dus we zien eigenlijk dat we al veel hebben kunnen doen. Eigenlijk kan je veel meer doen door een grotere gedeelte van je fretboard te gaan gebruiken. Zal je ook veel meer kunnen bereiken op die gitaar. Maar al die dingen doe je eigenlijk. Stap voor stap ga je die soort dingen leren. En ja, ik ga nu even om te beëindigen een paar vragen beantwoorden. Ik had een vraag gekregen, dat is van wanneer is het juiste moment om te improviseren tijdens een bepaald liedje? Dus wanneer is het beste moment om als gitarist te improviseren tijdens een liedje? Ik denk persoonlijk dat het hangt af hoeveel instrumenten aan het spelen zijn. En hangt af of je ook een gaatje kunt vinden eigenlijk in het hele liedje. Stel je voor dat de piano al een solo aan het spelen is. En misschien ook een andere saxofoon of zo. Dan wil je niet een extra solo met de gitaar gaan spelen tussendoor. Ik denk maximaal twee solos zouden goed klinken. Maar ja, je probeert eigenlijk een gaatje te vinden om eigenlijk te gaan improviseren. Of een solo daarin te gooien eigenlijk. Dus elke gaatje
die je kunt vinden. Kan je gebruiken zonder dat het ook niet te veel gaat worden. Het is zo van, oh, je hebt het hele liedje zitten improviseren. Het is wel leuk voor ons als gitaristen, maar niet alle bandleden vinden dat de hele tijd leuk. En het moet ook muzikaal blijven. Hè. Dus, maar stel je voor dat je alleen met een vriend aan het spelen bent en jammen. Dan kan je wel de hele tijd improviseren. En misschien improviseer jij voor een aantal maten. En dus je speelt misschien 1 minuut, improviseer jij. En dan improviseert je vriend. En dan kunnen jullie ook met elkaar gaan soort van ook een motief ontwikkelen die je dan als vraag en antwoord kunt gaan gebruiken. En veel van die dingen kan je gaan doen eigenlijk. Dus, de volgende vraag die ik kreeg is, wat moet je vermijden tijdens je improvisaties? Ik zou zeggen, probeer, ga tijdens je improvisaties geen andere toonladers proberen te spelen als je het nog nooit daarvoor hebt geoefend. Probeer de dingen die je goed kent mee te nemen en te gebruiken. Dus net als wanneer je ook een taal gaat praten of spreken, dan ga je ook geen misschien Engelse, ik bedoel Chinese woorden in de Nederlandse taal bijgooien, toch? Of toevoegen. Maar misschien kan je wel Engelse woorden erin toevoegen die toch goed klinken en de mensen begrijpen. Dus, maar om die Engelse woorden toe te voegen moet je ook die kennis hebben gehad dat, oh, ik kan Engelse woorden gebruiken in de Nederlandse taal en de mensen zouden me toch kunnen begrijpen. Dus, dus wat je echt niet moet doen is iets nieuws gaan, iets te nieuws erin gaan proberen te doen als je dan met anderen aan het improviseren bent. Je zou in principe meer thuis in je eentje eerst of samen met een bekende vriend even gewoon even uitzoeken, oké, welke andere toonladers kunnen we gebruiken. En dat liedje die toch gaaf zou kunnen laten klinken. Welke arpeggios kunnen we gebruiken? Ja, arpeggio is eigenlijk ook een van de improvisatieboosters die je kunt gaan gebruiken. Ik noem ze improvisatieboosters, want ze geven jou meer mogelijkheden. Ook het octaafspel, het gebruiken van octaven. Maar oké, dat zijn wat meer gevorderde technieken die we. Je hoeft je niet druk te maken hierover. Dus ja, probeer dat te vermijden. Geen nieuwe dingen tijdens je improvisatie gaan verzinnen. Een andere vraag was, wat mag je vooral niet missen dus, tijdens je improvisatie? Ik denk, wat mag je vooral niet missen is, ja, ik bedoel, dus wat die vraag is dan, wat mag je vooral niet weglaten tijdens je improvisatie? Dat is een hele goede vraag. Wat ik mijn eigen studenten ook adviseer is eigenlijk, probeer altijd een melodie te hebben, dus een motief in je improvisatie. Iets dat je kunt blijven herhalen, dat het publiek jou ook gaat, dat gaat begrijpen. Oh, hij bedoelt dat en hij heeft niet alleen 1 keer gespeeld, maar hij heeft meerdere keren hetzelfde gespeeld gedurende het, je solo of je improvisatie. Dus daarom is die motief ook zo belangrijk om te gebruiken. Dus het gebruiken van een motief tijdens de solo is eigenlijk onmisbaar. Want je wilt eigenlijk een verhaal vertellen met je solo. Je wilt niet gewoon roekeloos en willekeurig
te willekeurig worden in je solo. Je wilt een bepaalde facering erin hebben, een bepaalde ritme, een bepaalde verhaal, iets opbouwen en daarna weer een verhaal vertellen. Dus dat is ook een storytelling concept. Dat is ook een van de improvisatieboosters die ik ook aan mijn studenten uitleg. En de studenten die ook kijken, die weten dat ook. Dus we zijn nu ook aan het einde gekomen van deze sessie. Ik hoop dat het iets was. Het sharen van mijn screen is een beetje lastig om ook daarna de gitaar te laten zien. Maar bijvoorbeeld, ik laat jullie even de semi-tonor ook zien. Misschien kan je aan je scherm dan een foto van maken. Kan je ook even gaan oefenen met die semi-tonor. Ja, dus je kunt hier zien, ik heb alle noten die hier staan, al die cirkeltjes, letters die erin staan, dat zijn alle noten van de C-major-tonaar. En je ziet, we hebben alleen dit gebied, dus waar mijn muis nu aan het omcirkelen ben. Dit gedeelte hebben we eigenlijk dan geleerd. Maar je ziet, je kan ook dit gedeelte gebruiken. Maar hiernaast kan je ook dit gedeelte gebruiken. En dan kan je ook dit gedeelte gebruiken. En kan je ook dit gedeelte gebruiken. Dus dan heb je een, dit noem ik eigenlijk ook het fretboord leren beheersen. En dus dan kan je veel meer ideeën ook gaan spelen. En dan heb je ook veel meer contrast met de meer basnoten hier, die je hier ook kunt herhalen, maar ook hier. Dan krijg je veel meer mogelijkheden om je improvisatie veel interessanter te maken. En vaak wanneer ik improviseer, probeer ik over het hele fretboord te gaan, heen en weer te gaan. En dat maakt het alleen maar interessanter. Dus wat je kunt doen is, maak een foto misschien van deze scherm. En dan kan je ook ik hoop dat die screen share nu even. Wat is er gebeurd? Ik hoop dat jullie mijn gezicht kunnen zien. dus dit was het einde van deze gitaar. Beter leren improviseren op je gitaar. Ik hoop dat het wat interessant was. En als je ook wat meer wilt leren, heb ik 12, 13 juli ook een improvisatie summerclass. Daarin kan je ook veel meer gaan leren over al deze toonladders, eigenlijk over het hele fretboord gaan leren. En we gaan ook veel voorbeelden hebben. We gaan veel voorbeelden, ga ik jullie meegeven. Veel technieken om al die gedeeltes. Dus het gaat best intensief voor mensen die belangstelling daarvoor hebben. En jullie kunnen gewoon op gitaarpowerstudio.nl gaan en daar meer informatie zoeken. Dat is die improvisatie summer cursus intensief. Het gaat intensief zijn, maar ook leuk. Gaan we het zeker houden. Want het gaat alleen 4 uur per dag. Dat zijn 2 dagen. Dus in 1 weekend ga je ook leren al deze gebieden op je gitaar te beheersen eigenlijk. En we gaan het ook samen gaan we ook jammen met elkaar. Jammen en je hoeft niet snel te kunnen spelen om mee te doen hieraan. Het is gewoon gerust de noten spelen en daarmee een eigen idee verzinnen. En iedereen krijgt
genoeg tijd om ideeën zelf ter plekke te gaan verzinnen. Dus, maar ja, mensen die belangstelling hebben kunnen hier aan meedoen. En ja, voor meer informatie kun je dan aan gitaarpowerstudio.nl bezoeken. En tot 25 juni heb ik een speciale prijs eigenlijk, want het is eigenlijk €145. Maar ik had tot 115 gelaten. Dus voor de mensen die nu willen meedoen. En voor de mensen die voor 25 juni aanmelden, krijgen het, kunnen meedoen voor alleen €99. Dus als je jezelf voor 25 juni aanmeldt, kun je voor €99 kun je meedoen aan deze summer improvisatieklas. En dat zou heel handig uitkomen om meer dingen en je te leren en je vet wordt in één weekend te kunnen beheersen. Hoe gaaf is dat? Maar zelfs als je niet meedoet, ik ga meer van deze live Google Hangouts hebben, maar we gaan, ik ga andere topics behandelen. En volgende week ga ik ook weer een sessie houden en dan gaan we, ik ga met jullie delen een paar het geheimen van de masterclass van Steve Vai die ik heb gevolgd. Ga ik ook met jullie delen en we gaan heel veel leren van het gebruiken van je gehoor en die soort dingen. Dus ik zie jullie dan volgende keer. Ja, herinner, blijf je gitaar oefenen en heb geduld met jezelf. Daarmee bereik ik veel meer in het leven over het algemeen, maar ook in het spelen van de gitaar. En succes verder. Dag.